Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we een aap tekenen. We hebben in het verleden al een slingeraap getekend. Maar gewoon een aap. Gewoon een stripfiguurtje, een aap. Teken je weer mee? Ja, vandaag gaan we een aap tekenen. Nou, we hebben wel eens een keer een slingeraap getekend. Maar we gaan nu eens een beetje een stripaap tekenen. Ja, hoe kan je die nou het beste tekenen? Nou, ik begin altijd gewoon zo. Dan die neus er bovenop, zo. Twee ogen. Zo. Zo. Mond van de aap. En een beetje kuif, zo. De aap heeft grote oren. Dus die mogen ook best groot. Nou, en dan hebben we al een heel leuk aapje in principe zo. Hè? We kunnen hem nog een blote buik geven. Zo, naveltje. En heeft natuurlijk, voeten zijn ook handen, hè? Dus het, nou, dan heb je een heel leuk aapje zo, denk ik. Kan je nog meer een aap tekenen? Je kan natuurlijk verschillende manieren aap tekenen. Ik begin eerst weer met die neus. Zo. De mond. Zo. Nou, dan kun je ook hierin bijvoorbeeld nog ogen tekenen, zo. Net even iets andere manier. Zo. Nou, oké, die grote oren, maar dan kun je, die kan je ook plus maken, zo. Dan heeft het net iets meer een vacht idee. Dan even een wenkbrauwtje, zo. Nou, dat is ook een heel leuk aapje, zo, om te zien. Aap. Nou, dit zijn wel een beetje stripaapjes op deze manier. Even denken, wat kunnen we nog... Kunnen we het nog eenvoudiger? Natuurlijk kan het nog eenvoudiger. Ik kan het ook zo doen. Zo. Zo. Zo, en dan die zwart. En dan heb je ook een aap, hè? Misschien een beetje kleine oren voor een aap. Ja, ik probeer altijd zo groot mogelijk die oren te tekenen. Dat vind ik altijd wel leuk bij een aap staan. Ja, je kan hem natuurlijk ook nog helemaal vacht geven. Even kijken hoor. Zo. We kunnen het ook op deze manier doen, een aap. Zo. En die neus er bovenop. Zo. En dan nog weer. Zie, dan maken we hem helemaal, geven we hem helemaal een vacht. En dan moet hij hier nog van die grote oren aan, zo. Dan heb je ook een aap. Dus dat is ook nog een manier om een aap te tekenen. Nou, veel succes met het tekenen van de aap.
En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.